Vandaag zo gaan wij... Zo'n beetje komt binnenvallen, hè. Maar hoe eigenlijk je iets zeggen van de video van deze week? Ja, oké. Okay. Wacht een keer. Uw haar is af. Wat? Ja. Serieus? Uw haar is af. What the fuck? Maar wacht een keer. Uw haar is ook af. Huh? Wat? Man. Mijn naam is Jordi en welkom terug bij een nieuwe video op Jordi's Nature. Wel, wat wij vandaag gaan doen, wij gaan dus een paar dingen doen. Maar een van die dingen is dus eigenlijk de potgrond vervangen van de fruitkevers. Ja, jullie wisten uiteraard niet dat ik fruitkevers had, maar die heb ik zeer zeker. Die gaan jullie ook sowieso zien. Het is eigenlijk zeg maar zo... Momenteel zitten ze in een soort van potgrond, wat letterlijk gewoon potgrond met zand is. Dat zullen jullie ook zo meteen wel zien. En dan gaan we eigenlijk gaan vervangen naar potgrond die zij wel nodig hebben. Want ze hebben een speciale potgrond nodig. Meer daarover. En wat we ook nog gaan doen, is de larven opnieuw eigenlijk potgrond gaan geven. Een tijdje terug heb ik dat opnieuw gedaan, maar we gaan het nog een keer doen, want het zit alweer jammer genoeg vol met mijten. Dus... sowieso, let's go. We hebben natuurlijk de camera nodig op de tafel. Dat gaan we nu even fixen. Oké, dus dit is eigenlijk het bakje waar we momenteel met fruitkevers in zitten. Je ziet er eigenlijk al eentje zitten. Ze zijn redelijk smaragdgroen met eigenlijk een rode glans. Ik zal ze even wat dichter brengen bij de camera. Zo, dit zijn ze dus. Ze zijn niet zo groot, maar heel kleurrijk. En dat is eigenlijk fantastisch aan deze kevers. Dat die dus eigenlijk zo mooi shinen, zoals je zelf kan zien. Verschillende kleurtjes heb je erin, maar meestal is het groen met rood. Deze kweken ook heel makkelijk. En die hebben natuurlijk een speciale soort potgrond nodig. En die gaan wij ze natuurlijk gaan geven vandaag. We gaan natuurlijk allereerst de kevers gewoon verzamelen. En dat, deze wou even een vliegtrucje doen. We gaan natuurlijk de kevers verzamelen. Deze potgrond gaan we niet zomaar weggooien. Nee, doen we het niet. We gaan deze potgrond hergebruiken. En dat verzamelen wij in eigenlijk één grote bak. Heb je dat gezien? Die kever die wou vliegen. Dus we gaan eigenlijk de kevers er eigenlijk een soort van uit gaan halen. Moesten we nu een keer... zien waar de kevers zitten, dus ik ga het hier in deze emmer even doen. Dus we gaan eigenlijk een soort van heel voorzichtig te werk gaan, dat we zeker de kevers ook tegen kunnen komen. Momenteel zie ik er nog geen. En ze kunnen zich... Ah, daar zit er eentje. Zo, dit is nummer 2. Die is iets groener, als ik het zo bekijk, is die iets groener dan deze andere. Er zitten er momenteel 3 in. Normaal gezien zou ik nog geen larven kunnen hebben, maar je weet maar nooit. Maar normaal gezien zou ik geen larven moeten hebben. Daar is nummer 3. Zo. Dit is nummertje 3. Ja, ja. Mooi kevertje. Dus die leggen we allemaal hier. Ik ga nog even filteren. Om te kijken of ik toch geen larven heb. Maar normaal gezien heb ik geen larven hierin zitten. Dit is trouwens een gewone potgrond met zand erin gemengd. En daar kunnen ze niet echt van leven. Het is zeg maar zo. Deze kevers die hebben eigenlijk veel liever. Dat je ze eigenlijk... sowieso een soort van potgrond geeft, maar eigenlijk meer bladcompost. Nu, ik ben het aan het mengen, want in die emmer zit er oud millipiedpotgrond. Millipiedpotgrond is eigenlijk ook bladcompost. Dit is dus eigenlijk bladcompost. Wat zit hier eigenlijk in? Hier zitten uiteraard bladeren in. Hier zitten ook takken in.
En zoals je zelf kan zien, takken van wit hout, zeer belangrijk. Nooit takken of hout gebruiken van coniferen en dergelijke. Nooit doen bij deze dieren. Wit hout, zeer belangrijk. Dus dit gaan we hierin kappen. Nee. Deze potgrond is steriel. Dit wil zeggen dat deze potgrond goed is zonder bacteriën en dergelijke. Zo. Een laagje van ongeveer een 5 centimeter is wel voldoende voor deze dieren. Dus dan gooi ik er nog een klein beetje extra bij. Zo. Dat is alweer genoeg. En dan gaan we natuurlijk het belangrijkste. Dit is een bak allemaal met wit hout en dergelijke. Het is momenteel wel droog, zoals je zelf kunt zien. Het valt ook heel makkelijk uit elkaar. Maar dat is juist de bedoeling. Dus dit gaan wij lekker verpulveren. Zo'n beetje mengen met de bestaande potgrond. Zodat er nog extra hout in zit. Zo. Want dit hebben ze uiteraard nodig om te overleven. Ze eten het niet echt, het zijn eerder de larven die ervan eten. En dit gaan wij ook zo meteen gaan toevoegen bij de larven. Zo. Dit is wel voldoende voor de kevers. Wat natuurlijk zeer belangrijk is, is dat het vocht. Sorry als deze content voor vandaag redelijk saai lijkt. Het is het ook. En dat komt eigenlijk omdat ik deze week niet echt iets op de planning had staan. Van wat ik eigenlijk ga doen met mijn dieren. Ik ben natuurlijk nog altijd bezig met het grote project wat er binnenkort aan zit te komen. Zo, dat waren de kevers dan. En dan gaan we nu op naar het specifieke gedeelte, de larven. Zo. En bij de larven, ik weet niet, het gaat niet echt goed de laatste tijd met de larven. Ik heb een tijdje terug heb ik een video gemaakt dat ik dus last had van mijten. Maar het probleem lost eigenlijk niet zozeer op. Dus zoals je zelf kan zien, dit zijn dus alweer de larven die we de vorige keer hebben besproken. Deze ga ik er natuurlijk uithalen. En natuurlijk controleren of er toevallig geen kokonnen bij zitten. Die eigenlijk klaarstaan voor kever te worden. Want dat is hetgene wat we natuurlijk willen. 12 seconds later. Geen kokonnen. Tja. Meestal heb ik elke week wel een kokon of zo. Maar deze keer helaas geen kokon. Dus dit zijn de overgebleven larven. Zo superveel zijn het er eigenlijk niet meer. 13 larven. Dat valt eigenlijk wel zwaar tegen. In rekening houden dat ik ongeveer van de 40 larven kwam. Dus het is een heel pak van nummer. Maar hopelijk door dit te doen. Oké, 14 larven. Er zat er nog eentje in verstopt. Blijkbaar. Dan halen we natuurlijk het zakje erbij. Met de speciale platcompost. En die gaan we natuurlijk gaan aanvullen hiermee. Want dit hebben ze natuurlijk nodig. We gaan natuurlijk ook wat extra wit hout gaan toevoegen. Zodat ze hier ook lekker van kunnen leven. Het moet wit hout zijn, mensen, nogmaals. Dus dat is zeer belangrijk. Bij mij is het redelijk droog hout momenteel. Maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, want uiteindelijk gaat het droge hout het vocht wel absorberen. Kijk eens hoe makkelijk het afbreekt ook gewoon. Dat is toch... Dat is, voor de mensen met ASMR. Dat was even een ASMR stukje. Speciaal voor jullie. Dus ik hou wel van ASMR, maar ook op een bepaald niveau is het voor mij ook genoeg ASMR. Dus natuurlijk zo. Als laatste gaan we natuurlijk dit goed gaan bevochtigen.
Zo. Dat zou voldoende. En dan gaan we natuurlijk de larven er gewoon bij gieten. Zo, dit was alweer de larven. Wat ik misschien als je nog jullie kan laten zien, is mijn bakje met momenteel verwachte kievers. Dit zijn dus de kokonnen. Hier komt dus uiteindelijk een kever uit. Dus zo groot zijn die kokonnen nu ook niet. Momenteel heb ik er 3. De kokonnetjes leggen we terug. Wat ik dus doe, ik duw ze ongeveer een beetje in het zand. En dan ga ik eigenlijk lichtjes gaan besproeien hierop. En dan ga ik ze lichtjes zo besproeien. Meer hoeft dat ook niet te zijn. Zo, dit was dus eigenlijk hoe je kevers een beetje een onderhoud geeft. Dit was alleszins de video. Hij sluit een beetje anders af dan normaal. Hij is ook wat korter dan normaal. Volgende week gaan wij het project normaal gezien bijna afwerken. Dit wil dus zeggen dat jullie niet volgende week, maar de week daarna gaan jullie het grote project zien. Ik ga jullie wel al een kleine spoiler geven en dat is dat er geen dieren zullen zijn in het grote project aangezien van de COVID-19. Ja, helaas, er zijn geen beurzen, dus ik kan ook helaas niet aan het dier geraken die erin moet komen. Maar, ik kan jullie nog één ding laten zien. En dat zal volgende week pas zijn, want ik zie dat mijn project daar in de buurt staat. Maar volgende week laat ik jullie nog iets zien. En daar gaan wij ook binnenkort een grote video van maken. Spijt mij dat deze content iets anders is dan normaal. Het is een beetje saaier. Maar heb jij suggesties? Heb jij zoiets van, hey Jordi, misschien moet je dit eens gaan proberen. Misschien is dit wel leuk voor met je dieren te doen. Je mag het gerust laten weten. Waarschijnlijk komt er volgende week een video aan over hoe verzorg je een vinaigroon. En over de kevers, by the way. Er zal ooit nog een video komen in hoe je het hele concept, in hoe verzorg je de serie gaat komen. Dus dat zal nog wel op een dag komen. Maar alleszins, ik sluit voor nu af. Ik zeg ciao mensen. Vergeet ook niet te abonneren, te liken en te delen met al jullie dierenvrienden. Vergeet niet, hoe meer abonnees ik heb, hoe meer video's jullie krijgen. En hoe beter ze natuurlijk gaan worden. Het spijt mij van de iets droger content vandaag nogmaals. Maar het kan niet altijd feest zijn. Dag mensen.